Goedemorgen, dank u wel voor de uitnodiging. Ik ben tevreden met de twee sessies die we al gehad hebben en ook met, zeker met de eerste inleidende, waar dat er toch al een nuancering komt van de mogelijkheden, hoe intensief dat het kan zijn, maar misschien ook wel soms dat het op een minder gecompliceerde manier ook wel al heel praktisch kan werken. Opleiden, een vernieuwende aanpak voor sterkere clubtrainers. Dat was eigenlijk het uitgangspunt dat we in de doelstelling van het project hadden. Een krachtige leeromgeving maken en kijken wat we kunnen integreren in zaken het e-learning verhaal. We zijn gestart ooit een paar jaar terug met in het beleidsplan op te nemen dat er een e-learning verhaal moest komen. Juni 2017, en ik weet dat ik toen ook enkele mensen vanuit de Vlaamse Trainingsschool ben tegengekomen op het congres van ACCO over e-learning, heeft ons heel veel inzichten bijgebracht over het materie. Eigenlijk de sessie wat Tom gaf was eigenlijk dezelfde sessie voor mij als toen bij de start van het project in 2017. Oktober 2017 hebben we op vraag van België het thema van de Coach Education Conference van Tennis Europe rond e-learning gekregen om eens te kijken van okay, wat andere prominente landen. Want in Vlaanderen zijn wij misschien een grote federatie op wereldvlak. In tennis zijn wij een kleine federatie. We hebben de Grand Slam landen die ongelooflijk ver zitten qua innovatie en technologie. Dus voor ons was het heel belangrijk te kijken wat die landen op dat moment al ontwikkeld hadden. In september 2018 zijn we gestart met de uitwerking. Zoals Tom het zei, een projectgroep. En effectief, het is zo'n projectgroep die er gekomen is. We hebben de drie luiken. We hebben de technische innovatie. We hebben de filmpjes maken, dat kan je niet zelf, dan mag je een beetje Pineapple kennen, maar als je dat wil op een manier aanleveren zoals het voor cursisten interessant is, dan heb je één, de kennis ervoor nodig, maar ook twee, het materiaal. He, als je ziet met welke materiaal dat je filmt, de zaken dat je nodig hebt naar capturing van stemgeluid en dergelijke, nou, dat heb je niet standaard binnen een federatie, dat heb je niet standaard als docent bij jou in de toolbox. Dus we hebben de technologische luik, we hebben de vakinhouden, waar ik zelf dan als DSKO hard bij betrokken was. En we hebben toen ook een aanwerving gedaan van iemand met een master in de agogische wetenschappen. En samen met Julie Borgers erbij, die toch ook wel doorgedreven kennis heeft in dat domein. Hadden we eigenlijk de drie domeinen, het pedagogische, het technologische en het vakinhoudelijke samengebracht. En dan zijn we een traject gestart van een drietal maanden om dat voor het initiatorniveau te gaan realiseren. In november 2018 hebben we dat voorgesteld op de kaderdagen, onze bijscholing voor trainers. In december is er een docentenbijscholing geweest voor alle docenten-initiator. En dan komen we al bij een valkuil terecht waar ik dan op het einde mee ga afsluiten. Ja, op papier en in de praktijk, en ik denk dat Wannes onze handleiding naar docenten heel goed kent, is dat iets heel uitgebreid, waar dat er bijna uur per uur beschreven staat met welke tools en met welke middelen en met welke filmpjes je wat kan brengen en hoe dat je dat met thuisopdrachten en verder kan gaan aanbrengen. Maar je komt dan op zo'n moment ook tegen een groep mensen die niet altijd even hard wil meegaan in alles wat je wil gaan brengen. Hè. Dus je kan zelf een beeld hebben vanuit de federatie, maar als je met 30 docenten zit, en zeker docenten die al lang op een andere manier bezig zijn, om die dan in de modernere, of laten we zeggen, in de huidigere tendens mee te krijgen, is toch een grote uitdaging als docent. En nog altijd. We zijn nog altijd niet waar dat we moeten zijn. In januari 2019 zijn we gestart. Ik heb zelf ook een van die opleidingen gegeven met de nieuwe aanpak voor cursus initiator. En hebben we op 25 februari met al die docenten die de eerste sessie gegeven hebben, een grondige debriefing gedaan om te kijken van okay, wat werkte, wat werkte moeizamer, waar moeten we verder gaan verfijnen. En dit is wat we in de loop van dit jaar ook verder aan het doen zijn. We hebben 11 april nu een volgende docentenbijscholing, waar we een update daar ook voor hen zullen brengen. Dus je ziet, het is omdat je het in 2016 in een beleidsplan brengt, ja, dat je toch wel nog een heus traject hebt af te werken eer dat je tot realisatie gaat komen. Wat hebben wij ondervonden? Ja, we hebben echt wel nood aan een learning management system met integratie van e-learning. Ja, zonder die LMS, ja, is het niet mogelijk, omdat we hebben gemerkt met dit op te starten,
dat de communicatiestromen tussen docenten en cursisten, dat die enorm geïntensifieerd worden. En als dat via WhatsApp gaat verlopen, via mail gaat verlopen, via Messenger gaat verlopen, op een bepaald moment word je echt wel horendol als docent om, om alles nog te gaan opvolgen. En wij wouden het e-learning verhaal hebben wij voor een stuk losgelaten, omdat als je dat eerste puntje zag van Tom richting reanimatie, dit is zo tijdsintensief voor één klein afgebakend vaardigheid. Ik denk dat we in al onze sporten dezelfde vaststellingen maken, dat je kan een bepaalde kennis overgeven. Ik weet het voorbeeld van Wiesels ook met de voorbereiding voor een theoretisch rijbewijs. Dat kan je perfect doen via e-learning. Maar leren met de auto rijden, ja, dat ga je nooit met e-learning kunnen doen. Je gaat wel misschien filmpjes krijgen om achteraf nog eens een bepaalde vaardigheid te gaan herbekijken. Maar de vaardigheden inoefenen ga je toch in een klasomgeving moeten doen. He, dus wij zijn ook ervan uitgegaan, we hebben eigenlijk de cursus volledig doorgelicht en bekeken welke stukken kunnen we gaan activeren door ze te gaan verwerken met allerhande tools om de het leeroutput hoger te krijgen. Ja? Wat moeten we zorgen dat als een docent klassikaal dat kan brengen, wat je kan afhaken als cursist, om dat te gaan op een andere manier te gaan aanbrengen en te gaan kijken hoe dat we kunnen de toepassingen in een lescontext, in een docentcontext, dat we de toepassing op het terrein voor ons, hoe kunnen we zorgen dat dat voor een stuk interessanter gaat worden. Ik denk dat het bovenste jullie wel zal gekend zijn, traditionele lesomgeving, we zijn bezig als docent, en je merkt al heel gauw, dat is de frustratie dat wij met docenten hadden, is je hebt één iemand die, of een aantal leerlingen die heel goed mee zijn, je hebt er dan een beetje de tussengroep, en dan heb je er een aantal wat je voelt na 2-3 dagen al van oké, goed, ja, dat zal een moeilijke opgave worden voor deze cursisten. Het tempo ligt hoog, je voelt dat ze niet 100% mee zijn, dat ze afhaken aan een bepaald moment, en je merkt dat je eigenlijk al voordat je richting een examen komt, dat je ze gaat verliezen. Met de Flipped Classroom willen we trachten dat nog altijd degenen die accelereren, dat die nog verder kunnen blijven accelereren, ja, maar dat we proberen om degenen die in het rood zitten, om die toch te zorgen dat ze de cursus kunnen gaan meevolgen.